Wij gaan vandaag heel gevaarlijk doen met een gloeilamp en een batterij. Ik heb oma's lampje maar even gepakt. Toch maar even kijken of hij het ook daadwerkelijk doet. Nou, die doet het. En zoals je kan zien, gewoon op de netstroom 230 volt. Nu zijn we natuurlijk benieuwd wat de batterij doet. Hier heb ik een 9 volt batterij. Ik zal het even laten zien. Kijk maar. Het is nog een vrij nieuwe batterij. Soms zit er wel 10 volt in. Deze batterijen kan je dus gewoon aan elkaar klikken. Ik heb er nu 3 aan elkaar. En dan zie je 29, 30 volt geeft dat al. Maar we gingen kijken of de lamp erop ging doen. Dus ik heb maar even een draadje gepakt. Die maken we dan aan de stekker. En dan heb ik de andere uiteinde. Nee, hij doet nog helemaal niks. Ik zal er wat meer batterijen aan elkaar doen. Misschien gaat hij het dan wel doen. Kijk, nu heb ik 7 batterijen en 69 volt. Kijk, hij begint heel zachtjes te gloeien. Maar dat is nog niet genoeg om een boekje erbij te kunnen lezen. Ik zal er wat meer batterijen aan doen. Kijk, nu heb ik 127 volt. Wordt al aanzienlijk meer, hè, door gewoon een paar batterijen aan elkaar te kunnen knopen. In dit geval aan elkaar te zetten. Oh, kijk, het lampje gaat al een stuk harder branden. Nou, ik heb nu alle batterijen gedaan. Ik ben wel erg benieuwd hoeveel volt hierop staat. 342 volt. Dat is gewoon meer dan 100 volt als in een stopcontact. Moet je nagaan hoe gevaarlijk dit is. Stopcontact is al gevaarlijk. Wow! Nou, dit is wel genoeg licht voor je boekie.